Leden van de commissie, het is al 7:30 geweest zelfs. We hebben vanavond niet een heel grote agenda, maar ik wilde wel op tijd beginnen. Dan zijn we ook op tijd klaar. Welkom, ook de mensen uiteraard op de publieke tribune, van harte welkom. Weer een redelijk gevulde tribune, dat doet goed. Het zal ook met het onderwerp te maken hebben van vanavond. En de mensen thuis uiteraard ook welkom in deze commissievergadering. Die is hiermee geopend, agenda punt 1. De heer Bommers wil wat zeggen. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is misschien niet helemaal reglementair, maar ik zou graag toch de aandacht willen vragen en een verzoek willen doen aan de hand van een actuele precaire situatie. Het betreft een inwoner van Ommen, Pim van der Brink. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen met zijn skelter in het centrum. Die dreigt Ommen te moeten verlaten. En ik zou graag daartoe een verzoek willen doen aan de wethouder Sociale Zaken. Om te kijken of hij kan bemiddelen in een oplossing, alternatieven. Waarbij het toch mogelijk is dat Pim van der Brink in Ommen blijft. Ik denk even na hoe we dit ordelijk oplossen. Is de wethouder misschien in staat om direct een reactie te geven? Dan krijgt u daar een minuut voor. Ik ben graag bereid om eens even te kijken wat we hieraan kunnen doen. Want ik denk dat we met z'n allen wel van mening zijn dat het waar mogelijk iedereen passende huisvesting in Ommen verdient. En Pim dus ook. Of het lukt is vers 2, maar ik ga mijn best doen. Dank u wel voor deze snelle oplossing. En als we over de tijd heen gaan, meneer Bommers, dan weet ik aan wie het ligt. Inventarisatie van de insprekers. Er hebben zich 2 insprekers gemeld voor onderwerpen vanavond. Zijn er meer insprekers? Niet, zie ik. Dan gaan wij, de insprekers die moet ik dan uiteraard noemen, dat is de heer Overduin voor agendapunt 5 forense belasting en eveneens voor datzelfde agendapunt de heer Piepers. Ik ga meteen maar over naar het gebruik maken van het spreekrecht zelf, dan hebben we dat ook gehad en doen we de vaststelling van de agenda en inventarisatie rondvraagpunten daarna wel. Dan wil ik vragen of de heer Overduin naar voren wil komen. U heeft 5 minuten spreektijd, zoals u wellicht weet. Daarna kan de commissie u vragen stellen en dan mag u vervolgens weer plaatsnemen als dat achter de rug is. Gaat uw gang. Kaartje en knopje, kaartje en knopje. Dank u wel. Meneer de voorzitter, ik sta hier niet namens mijzelf, maar ik sta in de eerste plaats als bestuurslid van het Gietumse Veld, maar ook als vertegenwoordiger van de 10 samenwerkende parken. In de eerste plaats wil ik toch even zeggen dat ik positief ben over de sfeer en de wijze waarop wij overleg hebben gevoerd met de wethouder en ook op het ambtelijk niveau. Ik weet wel dat we behoorlijk van mening verschillen over de hoogte van de forensebelasting. Daar zullen we het ook niet over eens worden. Maar we zijn op zich wel blij met deze eerste stap die er gemaakt wordt. En ook de handreiking om jaarlijks in gesprek te blijven. Ik vind wel dat dat ook enigszins verplichtingen en verwachtingen schept. In ieder geval bij mijn achterban. Er zijn nog steeds heel veel leden van onze vereniging en ook van de anderen teleurgesteld. En ook geëmotioneerd over die buitengewone grote verhoging. We hopen dan ook dat die forensebelasting de komende periode toch een keer teruggebracht kan worden naar een aanvaardbaar niveau. En we ook nog eens een keer over die grondslag kunnen praten. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit ons overleg is er ook in dat kader een brief gestuurd naar alle afdelingen van de politieke partijen om het nog eens een keer onder de aandacht te brengen. Wij hopen ook dat u daar de nodige aandacht aan schenkt. Ik hoop echt dat we een keer naar een aanvaardbaar niveau komen. Ik wou het daarbij laten, meneer de voorzitter. Ik denk dat dit wel voldoende is. Afgelopen jaren zijn er veel argumenten gewisseld. Dank u wel. En ik dank u. Wie van de commissieleden? Moment. De vragen. Mevrouw Bakelaar gaat gang. Dank u wel, voorzitter. Even een verduidelijkende vraag voor meneer Overduin. Kunt u iets meer vertellen over de handreiking die jaarlijks is gedaan om in gesprek te blijven? Welke verwachtingen heeft dat bij u gewekt en wat is dan de insteek van het gesprek of wat gaat dat worden? Nou, laten we eerlijk zijn. Onze insteek is natuurlijk om in gesprek te blijven, naar mogelijkheden te zoeken, elk jaar weer, in het kader van
een begroting die vastgesteld wordt, dus tijdig voordat u de begroting vaststelt, om te kijken, zit er nog een mogelijke verlaging in? Dat is in ieder geval wat ons voor ogen staat. In dat kader is natuurlijk niets toegezegd, behalve dat de wethouder zich hard zal maken dat er een dergelijk overleg elk jaar plaats zal vinden. Hij heeft natuurlijk ook gezegd dat hij niet over de verkiezingen heen kan regeren. Maar ik neem aan, als je zo'n soort intentieafspraak maakt, dat dat wel gehonoreerd wordt. Ik neem ook aan met een eventuele opvolger. Het lijkt me toch vreemd als je niet met elkaar in gesprek gaat. Dat is toch het minste wat er zou moeten gebeuren. Ja, voldoende zo? Dank u wel. De heer De Vries. U geeft aan dat u graag in gesprek blijft. Ik denk dat dat niet meer dan normaal is dat je met partijen in je gemeente duurzaam in gesprek bent. Maar u zegt ook, u heeft een uitspraak gedaan over een aanvaardbaar niveau. En dat zou u wel beter kunnen onderbouwen wat mij betreft als u die uitspraak doet. Nou, het onderbouwen daarvan is een heel verhaal, denk ik. Dan zouden we over de grondslag van de regeling eens moeten praten. Daar heb ik tegen de wethouder wel het nodige over gezegd. Maar aanvaardbaar niveau, ik kan het niet op voorhand stellen. Kijk, er zijn mensen die naar aanleiding van deze hele zaak zeggen, leden ook, hè. Ja, eigenlijk helemaal flauwekul door forensenbelasting betalen. Hans, hè, ik heet Hans. Ga jij maar daar zeggen dat we het helemaal niet accepteren en dat het naar nul terug moet. Nou, ik snap best dat het niet naar nul terugkomt. Maar wat aanvaardbaar is, ja, daar overleggen we dan over. Hè? En elk jaar kijken we dan, kijk, wij vinden eigenlijk het niveau van 2014, het oude niveau, dat vinden we aanvaardbaar. En dat het inmiddels geïndexeerd is. En persoonlijk zeg ik dan ook nog, als u nog zegt, nou ja, iedereen heeft wat moeten inleveren, dus wij ook nog een paar procent extra. Nou, daar kan je over discussiëren. Maar niet over een verhoging van voor sommige mensen 135%. Mag ik dan nog een tweede vervolgvraag stellen, voorzitter? En daar blijft het erbij, want we hebben geen discussie, maar vraag en antwoord. Ja. Want u raakt nu aan de kern van het probleem, want het is een verdelingsprobleem. En er zijn namelijk ook mensen die zijn voordeliger uit dan in de oude regeling. En daar ligt denk ik toch wel een discussiepunt van de gemeente gaat ervan uit dat een bepaalde opbrengst gewenst is. U geeft aan, nou, wij streven naar nul, maar dat zien we ook niet gebeuren. Dus ik denk dat dan ook de discussie geopend zou moeten worden. En ik zou willen weten hoe u daarover denkt. Over de verdeling, want het is dus een verdelingsvraagstuk feitelijk. Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk een politieke keuze of u forensenbelasting wil heffen en welke hoogte. Hè? Want het strijdt gewoon met andere politieke prioriteiten. Laten we daar helder in zijn. Het is een keuze die hier gemaakt is om het zo hoog te doen zijn. Maar bij mijn weten is er toch niemand op voorraad gegaan. Ik wil het hierbij laten, want anders krijgen we wel een discussie. Mevrouw Schunselaar, gaat u gang. Dank u, voorzitter. Mij is eventjes nog niet helemaal duidelijk. Dat was eigenlijk mijn vervolgvraag ook van u, de meesten of u wilt terug. De insteek is naar 2014, klopt hè? Maar wat ik heb begrepen, en u corrigeert me maar als het niet goed is, dat, ook weer in de stukken, dat veel willen terug naar, zouden terug willen naar 2014. Dat klopt? Dat is het standpunt wat wij hebben ingenomen, ja. En wij, dat is de werkgroep? Dat zijn de werkgroep en de achterliggende 10 parken, dus de besturen daarvan. Oké, okay. Dat is helder. Dan weet ik voldoende, dank u wel. Dank u wel. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet nog niet voldoende, want wat ik, je kunt terug naar het niveau van 2014, of willen althans. Maar zou het wat u betreft ook een optie zijn dat je kijkt naar andere uitgangspunten, dat je op een andere grondslag zou hanteren? Is dat een punt van overweging? Dat is wat ons betreft zeker een punt van overweging. Dat hebben we ook in het overleg bij de wethouder neergelegd. Je kan ook eens denken, juridisch zit er geen relatie, hè? Maar ik vind wel inhoudelijke relatie met de uitkering uit het gemeentefonds voor elke burger. Hoe zit dan die verhouding naar de forens die eventueel profiteert van voorzieningen van de gemeente en welke voorzieningen niet en voor hoeveel tijd dan gemiddeld. En ga daar eens naar kijken, naar zo'n soort verhouding. Dan kom je echt tot andere verhoudingen, vermoed ik.
kleine vervolgvraag. Dat vermoedt u, maar heeft u daar, zijn daar ook inmiddels cijfers over of wordt dat verder uitgezocht? Nou, op dit moment dus niet. Ik heb zelf wel een paar aannames gemaakt. En ik denk dat ik die eerder in het voordeel van de gemeente heb laten uitvallen door ze wat af te ronden, wat ruimhartig. In de zin van, nou, laten we zeggen dat de forens een kwart van zijn tijd hier in Ommen doorbrengt. Ik denk dat het gemiddeld minder is, maar laten we maar zeggen een kwart. Nou, dan kijk je welke voorzieningen profiteer je er wel of niet van. Daar hebben wij onvoldoende inzicht in, dus dat kan ik zo niet helemaal zeggen. Maar ik denk nog niet de helft. Maar goed, laten we zeggen de helft, daar weer een kwart van. Nou, dan moet u eens kijken naar de uitkering gemeentefonds van 3500 euro. Nou, rekent u maar uit, dan zit je beduidend onder de huidige forensenbelasting. Oké, dus u heeft voldoende aanknopingspunten voor uw gesprek. Om zo'n discussie te starten. Oké, dank u wel. Dank u wel. Heer Marsman. Ja, hetgene wat mij triggerde was inderdaad die grondslag die dan nu te sprake komt en in het verleden ook wel eens te sprake is geweest. U zegt van ja, we zouden eigenlijk ook terug moeten naar de oude grondslag. Is dat een mening van uzelf of is dit ook de mening van namens de tien parken? Hè? We zijn nu op WOZ-basis bezig, het was op brandverzekerde waarde. Wil de sector terug naar de oude heffingssystematiek? Nee, dat zeg ik niet. Je kan natuurlijk best een relatie leggen met de WOZ, maar de hoogte van het bedrag zou je eens moeten kijken naar een reële inhoudelijke grondslag. En dan heb ik het over een vergelijking met de uitkering uit gemeentefonds en hoeverre een forens daar al dan niet van profiteert in verhouding. Dan kan je nog daarnaast nog best zeggen, ja, een duurder bungalow zou je iets meer van profiteren dan een hele goedkope. Daar komen we niet op terug. En ik spreek dan wel namens de tien parken. Ik dank u wel. U mag weer gaan zitten. Dank u wel. De heer Piepers. Voor u gelden uiteraard dezelfde voorwaarden. 5 minuten. Dank u wel, meneer de voorzitter. Misschien mag ik een paar minuten lenen van de voorgaande spreker die het wat kort hield. Maar goed, ik zal proberen zo kort mogelijk te houden en anders ontbreekt u mij maar. Het gaat dus over de forensenbelasting. Als kersverse inwoner, officieel geregistreerd en voorheen als forens gebrandmerkt door deze gemeente, wil ik deze gelegenheid niet voorbij laten gaan om mij te kunnen richten tot degene die ons, eigenaren van een zuurverdiende tweede woning, deze boete op verblijven en bezitten van een tweede huisje in de gemeente Ommen hebben opgelegd. Tot nu toe konden mijn bezwaren slechts gericht worden aan de medewerkers van het gemeentehuis. Maar de werkelijke veroorzakers van de ergernis over de bespottelijke boete op het heppen van een tweede woning in de gemeente Ommen zitten nu voor mij. Wat moet dat een hondenbaan zijn daar op het gemeentehuis al die verontwaardigde gasten te woord te staan? Meer dan 400 bezwaarschriften, dat moet geen prettig vooruitzicht zijn als ambtenaar deze te moeten afhandelen. U, vertegenwoordigers van de stemgerechtigde burgers van Ommen, heeft geconfronteerd met een enorm gat in de begroting gemeend deze financiële put te kunnen dempen met geld van degene van wie u niets te duchten heeft. Bovendien hebben deze personen per definitie niets aan de oorzaak van deze financiële malaise bijgedragen. Immers als toerist of forens heb je niks te vertellen. En u hoeft niet bang te zijn zelf afgerekend te worden op beleid dat voor een bepaalde groep mensen zo negatief uitpakt. Misschien wordt u zelfs wel door uw stemmers beloond, want die rekening ligt nu toch maar mooi bij iemand anders. Ik vraag mij in gemoede af hoe u erbij komt om een tarief te hanteren van meer dan 1600 euro, in mijn geval enkel en alleen voor het bezitten van een tweede woning in deze gemeente. Waar het land op zijn kop staat voor het verhogen van de eigen bijdrage van 385 naar 400 euro, dat is 15 euro, legt u doodleuk een boete op bezit van meer dan 100 keer zoveel. U mag gerust beweren dat de bezitter van een tweede woning ook wel wat mag bijdragen aan deze gemeenschap. Dan zal geen eigenaar van een dergelijke woning u tegenspreken. Hooguit zijn wenkbrauwen fronsen. Want ook voor de WOZ weet de gemeente hem al voor het volle pond te vinden. En van die bijdrage in de vorm van WOZ dient de gemeente toch ook zijn onkosten ten behoeve van de inwoners te betalen. Waarom moeten forensen ook nog eens extra betalen bovenop het bedrag dat voor de inwoners voldoende hoog is om de gemeentebegroting rond te krijgen? Wat doet die gemeente dan eigenlijk extra voor die toeristen? Helemaal niks is mijn ervaring. Als dat wel zo is, dan schiet de gemeente schromelijk tekort in zijn voorlichting. Bij de heffing van het waterschap krijg ik tenminste nog een foldertje wat men voor mij doet om mijn voeten droog te houden.
De verhouding in de verblijfsboete zijn compleet zoek. WOZ en forensenbelasting lijnt in mijn geval tot een totale aderlating aan de gemeente van een kleine 2000 euro. Dat is het bedrag dat een eigenaar van een object van 1,9 miljoen ook kwijt is. Ja, en die mag het hele jaar in zijn stulpje verblijven en ik maar 8 maanden. En dan hebben we het nog niet over het bedrag dat vadertje staat van ons verlangt, namelijk 1,2% in BOS 3 van de waarde die ook nog eens door u aan het huisje wordt toegekend. De willekeur. Als het huisje een paar honderd meter verderop had gestaan, was ik helemaal geen forense belastingschuldig. Wat betreft dat de gemeente Ommen zo vriendelijk is geweest tegenover degene die, in deze gemeente, die deze gemeente hebben uitgekozen als plek om de vrije tijd door te brengen, zo te behandelen. Als ik dit 12 jaar geleden had geweten, dan was ik hier nooit aan begonnen. De gemeente heeft de spelregels tijdens de wedstrijd veranderd. De gastvrijheid. Hoe komt het dat ik mij tegenwoordig alleen in het hoognodige geval dat ik hier in de gemeente moet zijn nog vertoon? Zulke boetes legt een gemeenschap toch alleen op aan lieden aan wie men een hekel heeft en op zo'n manier wegjaagt? Ja, kon dat maar, je biezen pakken. En de tent verkopen. Ons huis staat sinds november 2016 te koop. We hebben 4 stel belangstellenden gehad, maar alle belangstelling is gesmoord bij het vernemen van de zakelijke lasten, waar die 1632 euro de deur dicht deed. Te verifiëren bij de makelaar. In Dalfsen. Er staan 52 huisjes van het project Berg en Bos in Leemelen al meer dan een jaar te koop. Van die 52 huizen zijn er 12 huizen te koop. Niks verkocht. U bezorgt de eigenaren niet alleen een jaarlijkse boete van 1632 euro, maar ook nog eens op termijn een zeepert van 10.000 euro's. De huizen zijn onverkoopbaar. Ook wil ik u niet onthouden de reactie van een gezagsdrager van een naburige gemeente, die mij het volgende zei, sprekende over wat de gemeente Ommen voor wat betreft de forense belasting van plan was. Die kwam ik toevallig tegen op een bankje in Dalfsen. Wij kijken wel uit de kip met de gouden eieren te slachten. En zo is het maar net. In plaats van waardering te laten blijken dat lieden van buiten hun geld in deze gemeente komen besteden, krijgen ze een jaarlijkse domper van 1600 euro. Ik wil u wel vertellen dat uitgaande van deze gedachte mijn bestedingen niet meer in deze gemeente plaatsvinden. Tel uit je winst, gemeentebestuurders. Dan hebben we het over discriminatie. Artikel 1 van de grondwet verbiedt... Kunt u tot een afronding komen, meneer Peters? Ja, dat is zo'n stukje. Discriminatie. Artikel 1 van de grondwet verbiedt discriminatie door de overheid op grond van herkomst. De gemeente heft geen forense belasting aan degenen die in de gemeente zelf wonen en in bezit zijn van een recreatiewoning in de gemeente Ommen. In mijn ogen discrimineert de gemeente Ommen dus naar herkomst. Dat is genoemd in mijn beroepschrift bij de rechtbank in Zwolle. Daar heeft deze zich na 2 jaar nog steeds niet over uitgesproken. We zijn benieuwd. Ondertussen denk ik aan al die ambtenaren die zich bezig moeten houden met deze materie. Bezwaarschriften, beroepschriften, hoorzittingen. Wat een verspilde tijd en moeite. En wat voor nuttige dingen hadden deze mensen op het gemeentehuis en de rechtbank in die tussentijd allemaal kunnen doen. Wat is de prijs van een uur ambtenaar? En dan nog even dat woord forensenbelasting. De discriminatie zit in het woord zelf verpakt. Vul voor het woord forens een andere term in. Denk aan Marokkaan of Jood en niemand durft het weer te bezigen. Maar maak er een mooi woord als forens van en dan is het weer gewoon goed. Maar het behelst precies hetzelfde. Je behandelt iemand van buiten anders dan je eigen mensen. Discriminatie. Bah. Geachte vertegenwoordigers van de gemeente, kom tot bezinning. Dan wordt het ook voor jullie gasten weer leuk. Dank u wel. Dank u wel. Ik ben behoorlijk coulant geweest door u wat meer tijd te geven. Wie van de commissie heeft behoefte aan de heer Piepers een vraag te stellen? Niemand. Hartelijk dank voor de aandacht. Dank u wel. Ik ontkom er niet aan om toch naar agenda punt 2 te gaan. Want voordat we met de agenda verder kunnen, zullen we wel moeten vaststellen. Met andere woorden, bent u het met deze agenda eens of wilt u zelfs nog wat schrappen? Niet, dan gaan we de agenda zo behandelen. Dan pakken we ook meteen maar inventarisatie van de rondvraagpunten mee. En mevrouw Schunselaar had daarvoor een vraag. Ja, dank u voorzitter. Ik kom met een rondvraag terug op het artikel in de VNG. Wiebes draait besluit btw-plicht terug. Hey, dank u wel. Dan hebben we hier ook agenda punt 2 gehad. Dan gaan wij ook meteen dan maar over naar agenda punt 4. Vaststelling van de afsprakenlijsten zijn geen wijzigingen binnengekomen. En ik zie ook nu geen tekenen van onrust. Dus daarmee ook de afsprakenlijst vastgesteld. Dank u wel. Dan gaan wij naar agenda punt 5, oftewel behandeling van het agenda punt forensenbelasting. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Ik denk eigenlijk wel
elke fractie. Heer Marsman, aan u de beurt. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, laten we ten eerste zeggen dat we blij zijn dat we weer on speaking terms zijn met de eigenaren van bungalowparken. Dat gezegd hebbende, we hebben naar het voorstel gekeken en komen toch nog wel op een aantal vragen uit. In het raadsvoorstel wordt ons voorgerekend wat de verwachte opbrengst forensenbelasting 2016, dat als uitgangspunt is genomen. Nou ja, tezamen met het aantal forensen wat is toegenomen, komen we dan uiteindelijk uit op het voorstel, tarievenvoorstel zoals dat nu in het raadsvoorstel wordt aangegeven. En dat betekent dus een verlaging van de tarieven voor de meeste groepen, zeg ik er maar even bij, van 6 tot 8%. Zouden we op de oude voet verder zijn gegaan, dan hadden we een meeropbrengst van €70.000 gehad. In de begroting staat trouwens 60.000, maar dat even terzijde. Er staat wel bij exclusief nog de verwachte kosten. En dan is mijn vraag aan de wethouder, ook gezien de ervaring die we reeds hebben opgedaan, kan hij aangeven welke kosten er mogelijk nog gemaakt gaan worden in zaken de lopende zaken die op dit moment nog gaande zijn. In het raadvoorstel staat het woordje iets. Misschien dat het woordje iets meer precies geduid kan worden. Een tweede vraag is dat wij constateren dat het vaste tarief niet is verlaagd. En als reden wordt dan aangegeven dat forensen die op dit moment bezwaren maken en niet redelijk vinden, dat bij de vaststelling van de verordening in 2014 door een abonnement het vaste tarief van €300 naar €225 is gegaan. En dat moest de rest toen allemaal bijplussen. Zoals het er nu staat in het raadsvoorstel, lijkt het erop of het vaste tarief in 2014 voor deze groep is verlaagd van €300 naar €225. Dat is waar, maar het is niet de hele waarheid. Deze groep zat in die tijd gemiddeld op €190. Dus ook zij zijn wel in 2014 omhoog gegaan. En met de oorspronkelijke stijging van €190 naar €300 werden zij nog veel harder geraakt dan de twee tariefgroepen die hierna kwamen, oplopend tot 100.000. Dat was de reden om deze groep toen tegemoet te komen. En wij hebben zoiets van, we kunnen nu op dit moment wel leven met het voorstel zoals het er nu ligt. Dus die groep profiteert dus nu even niet mee. Maar we hebben wel de vraag van, mocht er hier ooit nog een vervolg op komen, je weet maar nooit, dan is toch wel onze vraag aan de wethouder of op dat moment toch ook die groep mee kan profiteren met een eventuele verlaging als dat er ooit in zit. En die bevestiging zou ik graag van de wethouder willen hebben. En tenslotte lezen wij op diverse plekken dat de werkgroep het ziet als een eerste stap en uiteindelijk als doel heeft om terug te komen naar het niveau van 2014. Nou, laten we nu eens de denkbare situatie voordoen dat het zo goed gaat met OMMA dat we onze inwoners en onze gasten alle belastingverhogingen terug kunnen geven. Dan nog moeten wij er rekening mee houden dat door die heffingssystematiek, die ook door de mensen zelf, hoorde ik net, toch ook wel blijvend mag zijn. En nog steeds sprake kan zijn dat er dus gewoon een aantal mensen zijn die nog steeds met de forse verhoging te maken krijgen. Iets minder fors dan die was. En een aantal mensen teruggaan. En ik hoop dat dat dan wel duidelijk is. En mijn vraag was inderdaad van, gaan we nou terug naar de oude systematiek of niet? Dat is intussen bekend dat dat niet het geval is. Ik hoop dat de wethouder dat ook nog kan bevestigen, maar het is wel zo dat we dan altijd, ook al zouden we teruggaan naar de situatie van 2014, blijven met een aantal mensen die niet tevreden zullen zijn. Ten slotte, meneer de voorzitter, wij zien dat het voorstel van het gespreid betalen natuurlijk als een prima regeling. Tot zover onze inbreng in de eerste termijn. Dank u wel. Heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. We hebben slechts tweetal vragen. De eerste vraag is, er is een meeropbrengst geprognosticeerd van €70.000, waarbij, naast, net zoals onze collega al constateerde, dat in de begroting elders €60.000 staat. Wat voor ons niet helder is, waar komt die €70.000 meeropbrengst nou eigenlijk vandaan? Want het is mooi dat we die nu kunnen benutten om toch een stukje reductie van de verhoogde belastingen te kunnen bewerkstelligen. Maar wat is als er volgend jaar blijkt dat er toch weer wat minder opbrengsten zijn? Hoe gaan we dan om met de tarieven? Ik denk dat we moeten voorkomen dat er een yo-yo effect is en dat er een stabiliteit is over wat de basisgegevens zijn.
Ja, en daarnaast denk ik dat het goed is voor ons allemaal dat wij op de hoogte worden gehouden van de gesprekken die er gaan plaatsvinden. Zodat we ook gaandeweg wellicht bij kunnen sturen, mee kunnen denken aan alternatieven. Zodat we niet eind volgend jaar wellicht weer voor een situatie zitten waarbij we met z'n allen ons niet echt prettig voelen. En nou ja, de laatste inspreker gaf het al aan. Ik denk dat dat een heel ongewenste situatie is. Dus graag ons op de hoogte houden en ons eventueel betrekken. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. De heer Boerbaum. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat is nu even al in orde gesteld. Inderdaad, de mensen die in de vaste tarief zitten, waarvan nou wordt inderdaad de suggestie wordt gewekt dat ze omlaag zouden gaan, graag de volgende keer meenemen om te kijken of die er ook in korte worden betrokken, die mensen die nu €225 betalen. Daarnaast kunnen we ons voorstellen inderdaad dat er 6% inderdaad in mindering wordt gebracht. Alleen verbazen mij dan bijzonder dat je hebt dan 5 tarieven. En dan denk je, dan gaat voor alle tarieven gaat dan 6% af. Alleen voor het hoogste tarief wordt dan een korting van 8% bedongen. En dat vind ik dan wel een hele vreemde. Daar vind ik wel graag uitleg van de wethouder over. Voorzitter, waren er vragen? Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar kleine vraagjes. Want de eerste inspreker heeft eigenlijk een antwoord gegeven op mijn vraag of er overleg is geweest. Nou, er is overleg geweest. Heel fijn. Maar heeft de wethouder nu het gevoel dat er nu wel consensus is, dat men nu wel overeenstemming heeft? En waar is dat gevoel dan echt op gebaseerd? Er is nu een meeropbrengst gerealiseerd. Meeropbrengst is vorig jaar gerealiseerd van €70.000. Het voorstel is nu, ik vat het even heel simpel samen, om dat nu terug te geven. Geven we nu niet eigenlijk een sigaar uit eigen doos terug? En dat zie ik ergens in het stuk heb ik gelezen, wat wordt eigenlijk bedoeld met de meeropbrengst door areaaluitbreiding? En de betaling in 8 termijnen, ja, dat is natuurlijk heel prettig. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De heer De Vries. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat we destijds bij de behandeling van het voorstel vorig jaar meer dan voldoende geconstateerd hebben dat er wel degelijk een forse verhoging was, maar dat het ook onontkoombaar was gezien de financiële situatie op dat moment. En we hebben vorig jaar de situatie gehad dat er een matigingsvoorstel lag. Dat is echter toen niet geaccepteerd in de discussie en daarmee is het van tafel gegaan. En we hebben hier nu een ander voorstel liggen wat nog iets ruimer is dan het voorstel van destijds. En ik moet u zeggen dat ik vind dat we dit dus dan ook van harte moeten omarmen. Wat natuurlijk niet gezegd heeft dat er niet situaties zijn waarin sommige mensen in meerdere mate getroffen worden dan anderen. Maar dat is helaas, zoals ik net ook al probeerde aan te geven in mijn vraagstelling, dat is toch een verdelingsaspect. En een verdelingsaspect speelt bij elke belasting. En in dit geval, ja, we moeten gewoon een keuze maken voor opbrengsten voor de gemeente. En dat is het voorstel zoals het voor ligt. En ik ben ook wel aangenaam verrast door het feit dat we nu ook een spreiding hebben van betalingsmogelijkheid. Dus zoals het voorstel er nu ligt, lijkt het ons op dit moment het best haalbare. In ieder geval een goede zaak om ook blijvend met elkaar in discussie te zijn. En we hopen in de komende jaren te kijken hoe we daar nog eventueel andere voorstellen kunnen neerleggen. Ik begrijp voor u geen vraag meer. Heer Middelkamp of de Jonge? Ja, als het mag, Gerrit of Gerrit. Maar dat mag ik deze keer doen, voorzitter. Ja, wat opvallend is, voorzitter, in deze... Ja, het standpunt van de VNV-fractie is algeheel bekend als het gaat over de forensen en de toeristenbelasting. Opvallend is dat... er ligt nu een stukje verlaging voor. Maar dat de discussie, en dat laat me weer weten ook wat de tweede inspreker aangaat, dat die emoties nog steeds spelen. En dat staat ook in het stuk dat er nog steeds bezwaarschriften in behandeling zijn. En daar zijn we ook zeer benieuwd naar. Voorzitter, waar ik wel nieuwsgierig naar ben is... Want het raadsbesluit, voornoem raadsbesluit, daar staat nogal behoorlijk vol met het proces over het in gesprek zijn. En ik vroeg me eigenlijk af daarin van wat de meerwaarde is om in een voorgenomen raadsbesluit te zeggen dat een vorige inspreker die woordvoerder was afgetreden is. Het heeft voor mijn doen niks te maken met het hele voorstel. Dus daar wil ik graag een antwoord op hebben waarvoor dat in dit stuk vermeld is. En tweede, ben ik verschrikkelijk nieuwsgierig. Want het verhaal, het raadsvoorstel, dat heeft het maar over in gesprek blijven.
En de insprekers kwamen daar ook al op terug. Van hoe ziet de wethouder nu die inspraak? En hoe ziet de wethouder nu dat gesprek in de richting naar de verkiezingen toe? En wat zijn voor de wethouder moeten daarvan de uitkomsten zijn? Er staat al iets in, hè, van, nou ja, goed, we blijven in gesprek en meer is het niet. Ik heb niet meer te bieden. Ja, dan hoef je mijn optiek, zal ik dan maar een klein voorschotje nemen, ook niets over in het raadsbesluit te zitten. Nou ja, voor de rest, voorzitter, zijn er gelukkig behoorlijk wat vragen gesteld. En daar blijkt er ook wel op dat de fracties die in het verleden voorgestemd hebben, toch ook wel een beetje tot inkeer gekomen zijn. Dat was mijn inbreng, voorzitter, voor de eerste termijn. Dank u wel. Mevrouw Berkeley, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Inkeer komen vind ik een hele bijzondere, de heer De Jonge. Ik vind wel, als je kijkt naar het voorstel wat voor ligt, is het prettig om te zien dat het een gedragen en te horen dat het een gedragen voorstel is. De CDA-fractie heeft slechts één vraag, en een aantal vragen zijn al door de collega's ook gesteld, dus dat hoor ik vanzelf. Kan de wethouder nog iets meer aangeven hoe nu de gespreksronde is gegaan en hoe de tarieven nu zijn samengesteld? Dus hoe is dat proces in zijn werking gegaan? Dank u wel. Dank u wel. De portefeuillehouder, gaat uw gang. Zal ik hier blijven zitten? U mag wat mij betreft hier blijven zitten, het scheelt uw tijd. Het scheelt tijd, goed. Dank u wel, voorzitter. Mijn kaartje is stuk, dus ik ben even naamloos op het... Ik ben dat schat weer. Laat ik de vraag even puntsgewijs nagaan. Allereerst de heer Marsman, die wees er terecht op van, goh, wat is nou die opbrengst 70.000. 70.000 is het laatste bekende getal. De begroting werd eerder opgesteld dan dit stuk. Dat verklaart dat verschil. Zijn er nog kosten in lopende zaak? Er was wel een PM'tje inderdaad. Het is zo dat er inderdaad een groot aantal beroeps- en bezwaarschriften liepen. En waar we nog niet helemaal zeker van waren van hoe dat afliep. Op het moment is de stand dat bij alle beroepsschriften hebben gewonnen. En dat de beroepszaken waar een uitspraak over is, over de hoogte, ook hebben gewonnen. In een aantal gevallen is men overigens wel, heeft men wel een bezwaarschrift gewonnen. Maar dat had te maken met de grondslagbepaling zelf. Hè, dus niet bij de hoogte wat het item was. U wijst er terecht op, meneer Marsman, dat eertijds inderdaad er sprake was van 190 en dat het dus dat lijkt op een verhoging, hè, dus niet die verlaging van 325. Maar dat is maar een deel van het verhaal, want anderen hebben het ook al aangegeven. Vroeger hadden we de brandverzekerde waarde, tegenwoordig de BOZ, hè, dus het werkt toch een beetje verschillend uit. Maar goed, we weten met elkaar en de raad heeft er ook zeer bewust voor gekozen om bij amendement het bedrag naar 225 te verlagen. Dat is nu 227 door de inflatie. De heer Bongers, ook u vroeg naar de 76 en u wees er nog op van ja, we moeten wel oppassen dat we geen jojo-beleid krijgen. En dat is, dat ben ik erg met u eens. En dat is ook de reden om redelijk voorzichtig te zijn in te snel nu ook weer een nieuwe aanpassing te doen. Maar we hebben wel richting de forensen willen aangeven van kijk, als er sprake is van een echte plus, hè, dat we meer ophalen dan begroot, dan dus nodig was, dan vinden wij het niet meer dan redelijk dat we dat ook teruggeven. Dat uitgangspunt, dat wilden we hanteren in deze zaak. Gaan we zeker de toekomst bekijken van, oké, wat is nou precies aan de hand met de fondsenbelasting? En daar kom ik straks nog even over. Ook de heer Moerman wees op het lage tarief. En heeft gezegd van ja, goh, dat hoogste tarief, hè, dat 8%, dat heeft hij goed berekend. Ik denk dat het overigens wel eerlijk is om te zeggen dat eertijds het voorstel was om het hoogste tarief in zijn geheel te schrappen. Dus wat dat betreft is er misschien dan ook wel enige reden om te kijken van goh, dat hele hoge tarief, hè, van 1632, dat gaat nu naar 1500. Nou, dat is ook een mooi vast getal. Er is dus ook wel een andere werkelijkheid. Mevrouw Schunselaar. Is er consensus? Ik denk dat de inspreker dat heel goed verwoord heeft. Kijk, de parken hebben nadrukkelijk aangegeven van, goh, wij zouden echt verder willen gaan.
Maar ze snappen ook wel dat de situatie op dit moment zo is dat zeg maar dit het gewoon even is. En over dit voorstel is er in die voegen ook echt consensus. Dit is het voorstel wat ze graag dan zouden zien. Maar ze hebben dus een drukkel aangegeven, ja goh, dit is wat ons betreft niet het laatste. En dat is natuurlijk begrijpelijk. De meeropbrengst, areaal, wat is dat nou? En dat was in feite ook de indirecte vraag van de heer Bongers. Van goh, waar komt het nou precies vandaan? Het zijn eigenlijk twee typen van extra opbrengsten. Allereerst het echte aantal van forensen. En twee, een stukje areaal uitbreiding. En dat, wat is dat als er sprake is van zeg maar bungalowparken waar de toeristenbelasting zeg maar werd geheven, waarvan door het gebruik we kunnen vaststellen dat forensenheffing zeg maar hier aan de orde is. Dus met andere woorden, men gaat dan van toeristenbelasting naar forensenbelasting. Dat noemt men areaal uitbreiding. Het is ongeveer 50-50 qua opbrengsten op weg naar die 70.000. Nou, ik denk dat de heer De Vries Robles heel duidelijk heeft verwoord van wat de aanleiding was voor het oorspronkelijke voorstel. Dat was onontkoombaar. Dat we nu een matigingsvoorstel doen, dat lijkt inderdaad het best haalbare iets, dat eens. En ik ben het erg met u eens dat hoe we ook kijken naar dit hele verhaal, er zitten altijd verdelingseffecten in. Want we hebben eertijds bewust voor gekozen om de brandverzekerde waarde los te laten en naar de BOZ te kijken. Spreiding van betaling is inderdaad ook een bewuste keuze geweest. De heer De Jonge, ja, heeft gelijk. Natuurlijk zijn er nog emoties. Belasting betalen is nooit een fijne zaak. En dit is een stevige belasting. Dat wordt ook niet ontkend. Maar hoe gaat het dan in het proces en het gesprek? En wat kan daar dan verder uitkomen? Nou, dat was ook de vraag in feite van mevrouw Wakelaar. Allereerst, we hebben natuurlijk moeten vaststellen dat zeg maar, vorig jaar wij ook een matigingsvoorstel hebben gedaan. En wij hadden het beeld in het gesprek met de werkgroep dat dat gedragen werd. Vervolgens werd door de voorzitter van de werkgroep, die zonder ruggespraak handelde, het voorstel terzijde gezet. En gezegd van, goh, we willen hier helemaal niks mee van doen hebben. Dat is de reden, meneer De Jonge, om het ook even in dit voorstel even te noemen, van dat, zeg maar, in dit geval er wel degelijk sprake is van een gedragen voorstel. Betekent dat nou dat het einde verhaal is van alle discussie? Dat denk ik dus niet. Allereerst, we praten natuurlijk snel over alleen maar het geld. En dat snap ik ook wel, want het is natuurlijk gewoon de aanleiding voor heftig gesprek. Maar het is natuurlijk wel zo dat de forensen natuurlijk ook van belang zijn op een ander punt in Ommen. En ook erg belangrijk is dat we daarover in gesprek gaan. De kwaliteit van de parken is echt een ding. En daar wordt natuurlijk ook in het gesprek op gewezen. Ook daarover willen wij natuurlijk met hen in gesprek. En ja, dan kun je inderdaad ook over hebben van, goh, wat kan je als gemeente Ommen betekenen? Wat moet je misschien als gemeente Ommen betekenen? Tweedens, de belasting zelf. Het is niet gezegd dat de forensenbelasting in de eeuwigheid blijft bestaan. Sterker nog, er waren geluiden dat landelijk zeg maar, er een overweging was om een aantal gemeentelijke belastingen af te schaffen en daarvoor een ingezetene belasting voor in de plaats te doen. En de forensenbelasting zou dan eventueel ook zijn geschrapt. Nou, evident dat in zo'n geval je met de forensen ook gaat praten. Nog los van het feit dat wij natuurlijk ook blijvend met hen in gesprek willen zijn van, god, die grondslag, is dat inderdaad nog steeds de juiste? En ik weet dat daar inderdaad heel verschillend over gedacht wordt. We hebben afgesproken dat we dus gewoon het jaarlijks gesprek zullen hebben. Niet alleen over het geld, ook over de kwaliteit. En ik ben het graag eens met de heer Bongers dat, mocht dat zeg maar tot een verandering kunnen leiden, dat ik graag de raad daarvan op de hoogte stel en hen er ook maximaal in ga betrekken. Tot zover. Dank u wel. Reden tot een tweede ronde, ik zie het. Heer Baarsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik heb twee vragen gesteld waar ik een antwoord op krijg, maar niet het antwoord. Ik had in eerste instantie de vraag gesteld van wat we nog aan extra kosten gaan krijgen. En dan vervolgens hoor ik dat we heel veel zaken gewonnen hebben. Nou, ik weet niet of dat fijn is om te horen, maar waar ik naar loop te vissen is de hoogte van de kosten die we nog gaan krijgen. En laat ik er dan heel concreet zijn van, ten opzichte van die 70.000 praten we dan over 10% daarvan of de helft of is het net zoveel? Voor mijn beleving om te weten van wat gaan we nog aan kosten maken.
En de andere vraag die ik gesteld is van, dat ging inderdaad over die vaste groep, die tarievengroep. Daar had ik de wethouder gevraagd de intentie uit te spreken van, mochten er in het vervolg nog gesprekken komen over een verdere verlaging. We weten natuurlijk niet hoe het economisch gaat lopen, maar het ziet er allemaal goed uit, dus je weet maar nooit. Wordt dan deze groep mee betrokken bij een eventuele verlaging die er mogelijk aan zou kunnen komen? Tot zover, meneer de voorzitter. Dank u wel. Heer Moors. Ja, dank u wel, voorzitter. Kleine vervolgvraag. Ik begrijp uit dat de meeropbrengst van 70.000 euro voor een deel komt uit een verschuiving van de toeristenbelasting naar de forensenbelasting. Betekent dat nu dat we een gat in de begroting wat betreft de toeristenbelastingen hebben? Of hoe moet ik dat zien? Dank u wel. Meer niet, begrijp ik. Nee, gaat u... Ja, de heer Marsman had trouwens gelijk. Ik dacht al van, ik had het niet goed opgeschreven, maar u had inderdaad die vraag nog gesteld. En ook nog een toezegging gewild. Die vraag over die kostenstijging, dat ging inderdaad om marginale kosten. Bijvoorbeeld het feit dat je areaal gaat vergroten, dat moet je dan technisch administratief even goed doen. Ja, de intentie, dat was een politieke vraag, hè? We willen dat erbij betrekken. Nou, het lijkt me evident dat als je een hele andere grondslag bespreekt, dat dan ook wordt betrokken. Of dat daadwerkelijk leidt tot verlaging, dat hangt natuurlijk erg van het voorstel af. Maar dat zij, hè, dat die groep daarbij ook betrokken wordt, dat lijkt me evident. En tenslotte de vraag van de heer Bongers. We hebben dat even bekeken. De vermindering van de toeristenbelasting is niet dusdanig dat we dat we daar een gat mee in de begroting hebben. Dat komt omdat we ook een lichte extra opbrengsten hadden van de toeristenbelasting ten opzichte van de eerdere raming. Dus dat is marginaal, dus dat levert geen gat op in de begroting. Voorzitter. Mevrouw Buikeler. Mag ik toch nog een aanvullende vraag? Want ik krijg een beetje kriebels. Want ik denk, wat zijn nou marginale kosten? Ik ga mijn beurt pakken. Sorry wethouder, maar het gaat mij niet om bandbreedte, hè? Maar nu gaat het bij mij ook een beetje kriebelen. Als u begrijpt wat ik bedoel. U kriebelt aan twee kanten, begrijp ik. Dus ik graag uitleg. Ja. Ja. Kan ik u een krabber aanreiken? Kijk, de ambtenaren hebben natuurlijk gezegd van, goh, wij kunnen niet helemaal uitsluiten dat er nog een aantal kosten zijn bij zo'n areaalvergroting en dergelijke. Maar ze hebben echt gezegd, dat is zo marginaal, dat levert zeker geen gat op in de begroting. Dus men heeft wel gezegd, en dat is ook logisch, als je een iets ander systeem hebt, in dit geval areaal uitbreiden, ja, dan heb je wat aan kosten. En tweede, maar dat heb ik ook al gezegd, men was niet helemaal zeker natuurlijk van de kosten naar aanleiding van de rechtbank, van de verzoek, et cetera. Nou, dat lijkt nu allemaal goed. Met andere woorden, als u vraagt van schieten wij een gat in de begroting, is het antwoord met alle kennis die we nu hebben, nee. En wellicht, meneer de portefeuillehouder, wordt ook deze commissie meegenomen in een verlaging of in ieder geval een wijziging van de situatie? Dat zeg ik u wel toe. Met andere woorden, als dit anders wordt, dan zal ik u onmiddellijk op de hoogte stellen. Dat hoeft u mij niet toe te zeggen, als u dat de commissie maar toezegt. Dat is ook aan de commissie. En de tweede toezegging heb ik gehoord, is dat de werkgroep ook meegenomen wordt in een wijziging. Dat hoeft niet per se een verlaging te zijn. Dat kan ook in ieder geval meenemen in het overleg. Ja. Laat ik het zo samenvatten. Dank u wel. Dan hebben we hiermee de bespreking gehad. Dan blijft natuurlijk over wat we met dit agendapunt doen. Is dit een bespreekstuk of is dit een hamerstuk? Geen bespreekstuk zie ik, dan wordt dit een hamerstuk. Ik dank u wel voor uw medewerking. Het ging dus om vaststelling van de verordening forense belastingen. Dat is de hoofdzaak waarbij natuurlijk wel de tarieven meekomen. Rest mij om de insprekers te vragen of beide of een van de twee behoefte heeft nog aan een reactie op hetgeen hier is besproken. Ik zie twee keer nee, dus dan doen we ook nee. Dank u wel voor uw medewerking. Hebben we hiermee agenda punt 5 gehad. Ga ik toch weer even terug. En dat is de vaststelling. Nee, die heb ik al gehad. Ik ga niet terug, ik ga vooruit. Ik ga naar agenda punt 6. Ontwerp bestemmingsplan werken Ommen. Nieuwe sporthal in Ommen. Overleg met het college. En
misschien ben ik wat eigenwijs, maar vooraf wil ik in ieder geval wel aangeven dat het dus niet gaat om herhaling van standpunten. We praten hier over het onderwerp, kan dit zoals het er nu ligt ter inzage worden gelegd, ja dan nee. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer De Veldhuis, gaat uw gang. Wij hebben als CDA hebben een tweetal vragen. Hoe is het proces tot nu toe verlopen? Is de buurt wel meegenomen in het gehele proces? En als tweede vraag, de bouwmarkt trekt momenteel aan. Lopen we als gemeente risico's met een gereserveerde bedrag? Oftewel, overschrijden we dat niet? En hoe is dat afgedekt? Dat zijn duidelijke vragen, dank u. De heer De Jonge zie ik aanstal te maken. Gaat ja, voorzitter, op uw wens. Ik zal het zeer kort houden. Want in eerste aanleg hadden wij eigenlijk voorgenomen om hier niet zoveel over te zeggen. Want dit is al heel uitgebreid de revue gepasseerd. En volgens mij zijn ook een aantal vragen die mijn buurman aan de rechterhand stelt toen al beantwoord. Maar voorzitter, waar wij wel verrast over waren, dat was de brief van de OVO. En in mijn optiek is er de laatste keer bij behandeling van de verkeersvisie door uw raad een helder besluit genomen, althans intentie achtergelaten, dat er de raad geen wens had om de Dantenweg door te trekken. Nu ligt er een brief voor. Als ik me goed herinner, hij heeft toen de OVO ook al schriftelijk gereageerd daarop. Maar wat mij een beetje triggerde in de brief is, het lijkt er net op, en dan moet de wethouder dan maar ontkennen of bekennen. Het lijkt er net op dat er niet voldoende terugkoppeling is geweest naar de OVO over het proces en hoe nu verder. Want hun stellen nogal stellig van er moet ruimte blijven om die Dantenweg aan te kunnen leggen in de toekomst. Dus mijn vraag aan de wethouder is van hoe is nou het proces van overleg vanaf het moment met het gesprek van de vorige burgemeester, de heer Bouwman, hoe is het nu gelopen? Want hoe kan het nu zijn dat er bij die OVO onduidelijkheid is over de toekomst van de Dantenweg? Dank u wel. De heer Mors gaat de gang. Dank u, voorzitter. Ik heb vandaag nog even teruggekeken in de notulen en in de vergadering van 3 november, waarbij ons een plaatje werd geschetst van wat zou er kunnen. 3 november 2016. En dat wijkt totaal af van het plaatje wat we nu hebben meegekregen met dit voorstel. Namelijk dat de locatie zou kunnen grenzen tot aan de voormalige arm van de rivier. Graag zou ik willen weten van, nou, waar moeten we nou naar kijken? Verder, in het rapport van Witteveen en Bos, daar werd ik toch wel een beetje kriegelig van. Want het leek namelijk net alsof daar door het adviesbureau werd gezegd van, als je straks verder gaat, moet je nog maar een keer een adviesje vragen. Omdat er toch nog waarschijnlijk wel wat pak in de grond zit. En de laatste zin was natuurlijk helemaal bijzonder. Aanbevolen wordt om bij de grondwerkzaamheden bedacht te zijn op zintuigelijke afwijkingen. Oftewel moet straks degene die het putje graaft wachten totdat er olie naar boven komt en dat hij dan signaleert. Nou, ik zou er graag wat meer over willen weten. En tot slot de skatebaan. Wat gaat daarmee gebeuren? Dank u wel. De heer De Ruiter, ga de gang. Dank u wel. We hebben eigenlijk een paar vragen en die hebben alle betrekking op de parkeervoorziening. De parkeerbalans is opgenomen in de stukken. Die gaat eigenlijk alleen maar over bij het reguliere gebruik. Daar wordt dan gesteld dat dat min of meer voldoende zou zijn. In de avonduren, dan wel in de weekenden, voor de parkeerplaatsen die er al zijn. Maar wij zitten ook te denken aan wat te doen bij evenementen. Die zullen er ook zijn. En dan heb je toch aanzienlijke grotere parkeerdruk. En daar vinden wij niets over terug. Gaat ons dan ook met name om de veiligheid die in zo'n geval de aandacht zou moeten verdienen, die in het rapport althans nog niet genoemd is. Dus dat is eigenlijk de vraag. Dank u wel. Mevrouw Pol, denk ik. Gaat er gewoon. Ja, bedankt voorzitter. Was even discussie, maar ik neem het even over. zou ik al doen hoor. Even denken. We hadden het over die skatebaan. Of
het skatepark, zoals het genoemd wordt. Het bouwvlak komt daar in ieder geval overheen te liggen zoals het lijkt op tekening. En de datum dat genoemd is, 3 november 2016, heeft de wethouder toegezegd dat er overleg zou worden gepleegd met onder andere de jeugd over dit skatepark en ook over de spelweek, want die zou ook verplaatst moeten worden. Graag zou ik willen weten of dat gebeurd is en wat eruit is gekomen. En verder is mijn vraag, het is een beetje zijdelings misschien, maar is er in het bestemmingsvlak rekening gehouden met een nog aan te leggen fietspad, zodat we niet als dat fietspad uiteindelijk aangelegd zou moeten worden, nogmaals alle procedures moeten doorlopen. Dat was het even voor nu. Dank u wel. Ik schat de heer Remmers. Gaat u gang. Dan laat u goed, voorzitter. Ja, een aantal vragen en gedeeltelijk wel overlap, maar ik heb toch nog wat aanvullends daarbij. Dus vandaar dat ik ze toch nog even stel. Ten eerste inderdaad de rapporten over de grondonderzoeken. Spijtig, ik ben niet zodanig dat ik dat helemaal heb kunnen interpreteren. Het waren heel veel pagina's met heel veel technische gegevens. Maar het blijft wel de vraag, we weten natuurlijk wat er geweest is. Van op welke manier moeten we daar eventueel nog rekening mee houden. Tweede daarbij is inderdaad de parkeerbalans. Aanvullend daarbij, ik hoor wat geruchten over het oude politiebureau wat een nieuwe bestemming zou krijgen. Wat volgens mij ook een aanzuigende werking zou kunnen hebben op het aantal parkeerders daar. Dus vandaar toch nog wel extra zorg over die parkeerbalans. En tot slot, en hij is al gesteld door de VOV, maar de brief ja, triggert ons uiteraard wel. Dus we zijn wel benieuwd wat daar speelt of wat daar gebeurd is. Tot zover, voorzitter. Bij de ChristenUnie hoef ik niet te kijken wie daar het woord wil, denk ik. Nee, dat gaat gewoon. Vanavond makkelijk. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben ook een aantal vragen. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt op pagina 6, daar staat het fotootje groen omkaderd het plangebied weergegeven. En onze vraag is van waarom is ervoor gekozen om dit veel groter te laten zijn dan de feitelijke 1900 vierkante meter die er nodig is voor de bouw. Dan die brief van OVO, is al een paar keer op geduid. Die pleit ervoor om het doortrekken van de Dantenweg blijvend als optie open te houden. Die vraag hebben wij een jaar geleden ook aan de wethouder gesteld. Blijft het mogelijk om met de aanbouw van 3 zaaldelen ook nog de Dantenweg door te trekken, mocht dit ooit in de toekomst aan de orde komen? En de wethouder was toen heel duidelijk in zijn beantwoording, ja, dat is technisch nog steeds mogelijk. Meneer de voorzitter, die vragen willen we nu opnieuw nog eens stellen. We zien een plangebied groen omkaderd die tot aan de vijvers doorloopt. We weten dus nog niet of de zalen dwars of in de lengte gesitueerd zullen worden. Alles lijkt nog mogelijk. Maar blijft de wethouder bij zijn opmerking dat het doortrekken van de Dantenweg door deze bouw niet definitief op slot wordt gezet? En vervolgens hoor ik inderdaad de collega zeggen van dat de doortrekking van de Dantenweg definitief van de baan is. Daar wil ik toch op wijzen dat we daarvoor gekozen hebben om geen onderzoek te laten plaatsvinden naar het doortrekken van de Dantenweg. Als we in de verkeersvisie kijken, dan staat daar nog steeds heel duidelijk in, en daar zal de OVO ook ongetwijfeld naar gekeken hebben, dat het zelfs wenselijk is om op enig termijn de Dantenweg door te trekken. Dat is de verkeersvisie zoals die er nu ligt. En dat is denk ik ook de reden waarom de OVO en ook wij daarop terugkomen. En wat is uw vraag in deze? Nee, dat was een toelichting op mijn collega die ik dingen hoorde zeggen die ik vond dat niet correct was. Mijn vraag was inderdaad of aan de wethouder of hij definitief kan toezeggen datgene wat hij ook vorig jaar heeft gezegd, namelijk dat die technische mogelijkheid er nog steeds ligt. Dan vervolgens een aantal zaken over de risico's. Want in het raadsvoorstel wordt eigenlijk met geen woord gerept over dat bodem- en asbestonderzoek. En D66 wees er ook al op. Dat is toch best wel een verontrustend rapport. Daar staat in dat er toch volop contaminanten zijn aangetroffen. In de tussenlaag zelfs boven de interventiewaarde. Interventie betekent ingrijpen. Maar ook in de bovenlaag zijn verhoogde gehalten gevonden. En ook buiten de contouren van de voormalige wal. Dus dat betekent dus dat het niet alleen de voormalige stort is, maar ook daarbuiten. En het rapport geeft heel duidelijk aan dat er een verder onderzoek vereist is. Daar wordt al nu van afgeweken. Er staat in het rapport dat in de bestemmingsplan, dat gaan we niet doen. We gaan wachten, want we weten nog niet wat de ontgravingsdiepte is. Dan denk ik bij mezelf van ja, die contaminanten worden in de tussenlaag aangetroffen. Dat is een halve meter. Ik mag toch wel hopen dat wij voor deze zaaldelen minimaal een halve meter de diepte ingaan. Dus hoe dan ook, we zullen op een gegeven moment
toch daar een keer de beslissing moeten nemen van is dat onderzoek verder nodig, ja of nee. Dus ik vraag me werkelijk af, dat is de vraag aan de wethouder, gaan we hier ook een probleem, zijn we hier een probleem aan het voor ons uit aan het schuiven? En dat kan ook betekenen dat we blijvend geconfronteerd worden met waarden die boven de interventiewaarde liggen. Dan kan er ook saneren om de hoek komen kijken. En dan is toch ook mijn vraag van wat gaat dat dan kosten? En ik lees in het rapport overigens ook, en ik, dat is een beetje beroepsdeformatie, ik zit in kwaliteit, maar dat het onderzoek niet gevalideerd is. Dat betekent dat de waarden die er aangetroffen zijn niet per se de juiste waarden hoeven te zijn. Ze kunnen lager liggen, maar ze kunnen ook veel hoger liggen. De waarden zijn niet gedefinieerd. Hoe moeten we die zin in dat rapport duiden? En de andere risico wat we ook zien is dat er een enige tijd geleden door de wethouder of door zijn collega, dat weet ik niet meer zeker, is gezegd dat de vraag en aanbod in de bouwwereld enorm aan het verschuiven is. We zijn intussen een jaar na de beslissing dat er een raadsbesluit is geweest om dit zo te doen. En mijn vraag is of we daar nog tegen risico's aan lopen dat de kosten hoger zullen uitvallen. Die 3 miljoen hoger uitvallen dan wij als raad geaccordeerd hebben. Even kijken, dan heb ik nog één vraag volgens mij. Dat gaat over de parkeerbalans. Ik kan daar een hele betoog houden, maar het enige wat ik graag wil weten is van dat in de middaguren wordt er een wat hogere druk verwacht en dan wordt er verwezen naar overloopgebieden. En die overloopgebieden, dat zijn het gemeentehuis en de parkeerplaats bij het Vechtbalcollege. Maar ik neem aan dat die in de middag gewoon vol staan. Dus kan de wethouder toezeggen dat met overloopgebied niet bedoeld wordt de straten zoals de Wentelstraat of de Van Nahuisstraat of de andere straten die daar liggen? Dat waren mijn vragen in eerste termijn. Ik dank u wel. De wethouder zal er blij mee zijn. Wie? Er zijn een aantal vragen gesteld over Witteveen en Bos, waarvan ik denk van er is capaciteit beschikbaar op de tribune. En ik vraag meneer Sauer om naar voren te komen. Ja, allereerst even over het proces. Zoals toegezegd is er een bijeenkomst geweest met omwonenden. En aan die omwonenden is het plan gepresenteerd, of ze hebben een voorlopig plan. En verzocht om een klankbordgroep. En daar is door de omwonenden, met uitzondering van één inwoner, niet op gereageerd. En die ene inwoner is nu op dit moment nog enthousiast bezig om toch een soort klankbordgroep te formeren. Met betrekking tot de skatebaan, dat lag ook een toezegging. Er is contact geweest met de jongerenwerker. En de scope van de projectleider is op die skatebaan gericht. Dus er zijn nog geen besluiten over genomen. Er zijn alleen maar tegengestelde geluiden over het gebruik. Omwonenden zeggen dat die veel gebruikt wordt. En de jongerenwerker geeft aan dat die weinig gebruikt wordt. De brief van de OVO. Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ik weet niet in hoeverre dat gecommuniceerd is van de verkeersvisie. Want in mijn beleving, en dan beantwoord ik die vraag ook maar direct, van in mijn beleving is in de verkeersvisie de Dantenweg geschrapt. Punt. En er is vanuit de raad op een bepaald moment gesuggereerd van zorg dat er ruimte blijft voor het drijwielpad. En zoals ik het begrepen heb, is daar eventueel nog ruimte voor het drijwielpad. De parkeerbalans. Wat te doen bij evenementen? Nou, ik denk dat een parkeerbalans niet uit moet gaan van evenementen, want dan hebben we veel te veel. En als er een evenement is, dan moet er volgens mij een vergunning aangevraagd worden voor een evenement. En volgens mij kun je daar ook voorwaarden in stellen voor het parkeren. Nou, met betrekking tot de spelweg weet ik niet of er contact opgenomen is. Daar kan de wethouder iets, Koos Schelen iets over zeggen. De LPO, het oude politiebureau. Misschien zit er een andere bestemming aan te komen, maar als je daar een andere bestemming aan geeft, dan wordt ook meestal het parkeren geregeld. En dat zit standaard in eventueel een omgevingsvergunning. Dus of dat nou een aanzuigende werking heeft, dan moet dat weer vertaald worden naar parkeerplaatsen bij een eventuele nieuwe bestemming.
Dat de brief van de OVO, die heb ik in feite al benoemd. Nou, de Dantelweg, de ChristenUnie, dat heb ik al op geantwoord. De verkeersvisie is aan de orde. Dan zijn er een aantal opmerkingen over Witteveen en Bos gemaakt, het rapport. Dat leg ik bij meneer Sauer neer. Parkeerbalans, overloopgebieden. Als ik het rapport van de parkeerbalans goed gelezen heb, dan staan er de straatnamen die u genoemd hebt niet als overloopgebied in. Wel de Chevalrouwstraat en de bestaande parkeervoorzieningen hier om het gemeentehuis en het Vechtalcollege en andere overloopgebieden heb ik in het rapport niet aangetroffen. Witteveen en Bos. Meneer Sauer. Dank u wel. Het bodemonderzoek. Als ruimtelijk ordeningsambtenaar is af en toe lastig om bodem ook als specialiteit te hebben. Dus daar hebben wij een collega voor die dat getrokken heeft. Die is hier helaas niet. Maar ik zal proberen om er even uit te halen wat er in het bodemonderzoek staat. Standaard is het zo, bij een nieuw plan ga je bodemonderzoek uitvoeren. Ga je verkennend bodemonderzoek uitvoeren. Daar komen bepaalde conclusies uit voort. Gelukkig komt in heel vaak gevallen voor op basis van verkennend bodemonderzoek is de verwachting dat het een onverdachte locatie is en we kunnen doorgaan. In dit geval is dat niet zo. Nou, ik begrijp ook al uit uw woorden, maar ik begrijp ook uit de stukken dat dit deze locatie een verleden heeft. Dat het logisch is dat hier geen onverdachte locatie is. Nou, dat is ook zo. Maar wat aan de orde is, dat we eigenlijk nog niet precies weten hoe het bouwplan eruit gaat zien. Leggen we hem linksom, leggen we hem rechtsom. Leggen we de zalen dus in lengte van de breedte. Hoe diep gaan we de grond in? En het is best logisch om te denken, ja, we gaan al een halve meter grond in, dat zou goed kunnen. Maar dat is nog helemaal niet bekend. En op basis daarvan adviseert het adviesbureau, en onze bodemspecialist heeft dat overgenomen, die gedachte, nou, misschien even logisch om even af te wachten, hoe komt nu het bouwplan eruit te zien, waar leggen we hem neer, hoe diep gaat hij? Dan weet je namelijk exact wat je moet gaan onderzoeken en waar je moet gaan onderzoeken. En in het kader van de omgevingsvergunning, die straks nog verleend moet worden, de vroegere bouwvergunning voor dit gebouw, neem je dan een dan ga je dan dat bodemonderzoek uitvoeren. En op dat moment komt ook een conclusie uit van het bouwplan leidt wel of niet tot gevolgen en je moet gaan saneren. Dat zou inderdaad kunnen. Maar dat kan eigenlijk pas heel goed bepaald worden op het moment dat je weet waar je het bouwplan neerlegt. En dat is nu nog niet helemaal, dat proces is nog niet afgerond. Er zijn verschillende opties waar je hem neerlegt, dat weten we nog niet helemaal. En daarvoor is dus het advies en ook de keuze om dat over te nemen. Nou, laten we even wachten tot het bouwplan er is, dat we precies weten waar gaan we bouwen en hoe diep gaan we bouwen. Dan kun je op dat moment in het kader van het bouwplan extra onderzoek doen en dan weet je ook welke eventuele maatregelen je moet nemen. En of dat het hogere kosten leidt, ja, dat is de vraag. Dat kan ik nu nog niet inzien, dat is altijd lastig te bepalen. En of dat past binnen de scope van het, of binnen het budget dat beschikbaar is gesteld, dat is dus ook niet bekend. Feit voor ons als ambtenaren is op dit moment, de raad heeft een budget beschikbaar gesteld. En binnen dat budget gaan we proberen die sporthal te realiseren. En op het moment dat het absoluut onmogelijk is, dan zal het college van burgemeesters en wethouders bij u daarop terugkomen. Om te kijken of er eventueel meer geld beschikbaar is. Dank u wel. Tweede ronde. Voorzitter. De wethouder Schede. Ja, er was nog een vraag over de spelweek. Er is inderdaad contact geweest met de organisatoren van de spelweek. Want inderdaad is het zo dat zeg maar de beoogde sporthal komt op de locatie waar normaal gesproken de spelweek is. Er is gezocht en goed overlegd naar een alternatief. Het lijkt erop dat we dat zeg maar ook zeg maar gaan vinden. En dan worden ze betrokken bij het totale plan. En nu heb ik niemand overgeslagen van achter de tafel. Nee, hè? Nee. Nog over de kosten totaal. De kosten totaal. Oké. Wethouder Schreder. Nou, er was nog een vraag over de kosten totaal en de zorg daarover. Het is zo dat in de projectgroep nog steeds wordt uitgegaan van het door de raad beschikbaar gestelde bedrag. Maar we weten met z'n allen dat er sprake is van behoorlijke stijgingen in de bouw. Het is overigens wel zo dat op dat punt er ook wel een signaal is uit de bouw zelf. Dat het zou wel eens kunnen zijn dat je juist op het moment dat je gaat bouwen, dat de aanbesteding loopt, dat je de grote eerste bulk van de bouw weer hebt gehad. Dus dat het misschien meevalt. Maar goed, dat moeten we zien. En uiteraard komen wij terug bij u, mocht het bedrag niet toereikend zijn. Dat zal wel moeten, ja. De tweede ronde. Wie heeft behoefte? De heer Marsman. Gaat het rijtje af. De heer Marsman.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst even mijn excuus. Ik zat tijdens mijn vraag elke keer de verkeerde wethouder aan te kijken. Maar dat heeft ermee te maken dat het vorig jaar het anders ging. Dus vandaar, dat wil ik even herstellen. Ja, ik begrijp dat er nu grote verwarring is over de Danteweg. Ik wil nogmaals in herinnering roepen dat die... dat er vorig jaar gezegd is dat het technisch mogelijk zou blijven. En ik krijg nu daar geen bevestiging van. En ik krijg eerder signalen dat hij definitief geschrapt is. Ik blijf het daar gewoon pertinent mee oneens zijn. Dat staat er echt niet. En ik denk ook als we de OVO gaan vragen waar ze hun wijsheid vandaan halen, dan halen ze dat gewoon uit de verkeersvisie. Want daar staat het namelijk. Ik heb vervolgens nog een vraag over dat vervolgonderzoek. Ik las in het rapport dat het eigenlijk nog off is, maar ik begrijp uit de beantwoording dat het sowieso zeker is dat er een vervolgonderzoek komt, maar dat het even afhankelijk is van waar dat gebouw precies gesitueerd wordt. Dat zou ik graag nog even bevestigd willen hebben. Ik heb niets gehoord over het valideren, wat dat betekent, want wat zijn de getallen waard als je niet gevalideerd hebt? Kosten zijn beantwoord. Ik denk dat ik hierbij de vraag heb gesteld. Dank u wel. Ja, Remmers. Ja, één aanvullende vraag. En het zal mijn onwetendheid zijn. Maar gezien het feit dat op het moment dat we dan definitief weten van hoe het dan gaat en hoe de hallen dan precies komen te liggen. Ja, ik krijg dan het gevoel, dan gaan we pas echt onderzoeken. En dat roept bij mij de vraag op van, ja, wat hebben we dan nu gedaan? En wat is de waarde van het onderzoek zoals het nu gepleegd is? En wat is de functie daarvan? Zover. Dank u wel. Ja, Moerman. Ja, voorzitter, toch even niet zozeer een vraag als een opmerking aan de ChristenUnie. Die gaan ten aarde over de Danteweg. U heeft op 20 april jongstleden zelfs een amendement ingediend samen met de VVD over het openhouden van de eventuele doortrekking van de Danteweg. Toegegeven, er wordt geen budget vrijgemaakt voor onderzoek. U heeft een amendement voorgesteld om het in de toekomst mogelijk te blijven houden. Dat amendement is verworpen. Dat geeft al aan dat het doortrekken van het Danteweg niet op de agenda staat. En ook niet in de toekomst de agenda zal komen te staan. Anders had u dat amendement ook niet ingediend, blijkbaar. Dat ook even opmerking. En uw vraag is of de wethouder daarmee eens is, begrijp ik. Ik ga er absoluut vanuit dat de wethouder daar helemaal mee eens is. Dus vandaar dat het ook een opmerking was en geen vraag. Dank u wel. Dank u voor de bijdrage. De heer De Ruiter. Ja, ik ga collega Marsman, wat hij vanavond zei, ook even herhalen. Namelijk die uitspraak, ik kreeg wel een antwoord, maar niet het antwoord. Ja, die parkeervoorziening ten tijde van evenementen. Ja, natuurlijk is het zo dat je evenementen, als je een evenement hebt, dat je daar een vergunning voor aanvraagt. En als het allemaal klopt, ook wel krijgt. Maar dat levert nog niet extra parkeerplaats op. Daar komt bij, die evenementen kunnen meerdaags zijn. Dus dan zit je sowieso al door de week en of het al of niet in het weekend is. Maar je gaat daar gewoon tekort komen. Dat zal op de een of andere manier opgelost moeten worden. Tenzij voorafgesteld wordt dat mensen met openbaar vervoer moeten komen of de fiets. Ik hoor graag even hoe een tekort aan parkeergelegenheid opgelost wordt, dan wel de alternatieven daarvoor. Dank u wel. De heer Mors. Ja, een hele korte. We hebben gehoord, de bouwplannen zijn nog niet bekend. Als ik nu de twee tekeningen vergelijk, nogmaals van 3 november en die nu voor ons liggen, zou het dan, en dat is de korte vraag, zou het dan in theorie mogelijk kunnen zijn dat de hal zelfs helemaal tot aan de vijver gesituationeerd wordt? Dank u wel. De heer De Jonge. Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat het nu de vijver is en niet de rivier de Vecht. Dus dat mijn buurman... Het is een voormalige uitloop van de rivier de Vecht. Ja, voorzitter. En dan wat het parkeren betreft, als ik naar de Goolsvesters ga, dan moet ik parkeren bij de Technische Universiteit. Dat is ook een stukje lopen. En volgens mij, in mijn antiek, en dan geef ik maar even het voordeel naar de wethouder toe, schrijft het rapport voldoende over de parkeergelegenheid in de omtrek. En dat het alleen overdag een probleem zal opleveren. Dus ik zie dat probleem niet. Maar voorzitter, dan toch even terug naar de brief van de OVO. Want ik deel pertinent niet wat de heer Marsman aangeeft.
Voor mij is het bij de verkeersvisie helder en heeft in eerste aanleg in de commissie de wethouder, de toenmalige wethouder, het visnetje opgehaald. De meerderheid van de gemeenteraad was tegen aanleg van de Dantenweg. Nou, de heer Moerman heeft helder geschetst hoe het gegaan is met het amendement. Dus ik ben toch wel nieuwsgierig wanneer de wethouder met een uitleg komt. Ik snap dat hij in de overgang niet helemaal op zijn netvlies heeft hoe het proces gelopen is. Maar dat we het wel even voor de raadsvergadering, is mijn vraag dan, inzichtelijk hebben van waar die misverstanden vandaan komen. Daar heeft u op zijn minst 6 weken voor, begrijp ik. Dank u wel. CDA, niet. De wethouder of de wethouders? Ik geef eerst meneer Sauer het woord op de vragen van de heer Marsman. Nou, ik probeer daar kort in te zijn. Als ik kijk naar de aanbevelingen die in het rapport staan van Witteveen en Bos, staat er als eerste instantie staat, op basis van resultaten van onderhavig onderzoek is er noodzaak tot uitvoeren van een nadenbodemonderzoek. Later zie je inderdaad staan dat indien de ontgravingsdiepte ten behoefte van de realisatie van de sport al bekend is, wordt aanbevolen om opnieuw te kijken van is dat nadenonderzoek dan nodig qua aard, oorzaak en omvang. Dat, in eerste instantie is het dus duidelijk gemaakt. Er is naar de bodemonderzoek nodig. Maar hoe je dat gaat doen en waar en op welke manier, dat gaan we op dat moment bekijken. Goed. Verkeersvisie, dat is volgens mij helder uitgelegd door de heer Moerman en ik deel die visie. En ja, als dat de prijs opgesteld wordt om dat nog eens een keer weer op papier te zetten, dan kan dat. Maar volgens mij is het overbodig vanwege het feit van dat u als raad zelf zo hebt besloten. Dan D66. Ja, plaatjes. Het huidige bouwblok ligt voor. Plaatjes uit het verleden die tellen in principe niet meer. En uw opmerking van dan kan hij lopen tot aan de vijver is inderdaad juist. Alleen er is vanuit de raad volgens mij de wens aangegeven om daar ooit nog eens een keer een fietspad langs te leggen. En ik ga ervan uit dat dat bij de projectleider bekend is en dat daar ook rekening mee gehouden wordt. Volgens mij heb ik nou de vragen beantwoord. Ik had nog gevraagd naar het onderzoek en de functie van het onderzoek zoals het nu gepleegd is, als toch nog een onderzoek moet plaatsvinden op het moment dat we weten hoe die sporthal komt te liggen. Waarom hebben we dan dit onderzoek gedaan? Dat is meneer Sauer. Het nut van een verkennend bodemonderzoek. Nou, de wettelijke basis zegt dat je allereerst een verkennend bodemonderzoek moet gaan doen om te bepalen of om een eerste indruk te krijgen van een plantgebied. En dat is nu uitgevoerd en die heeft tot de conclusie geleid. Er moet meer onderzocht worden, we moeten dieper gaan, we moeten verder gaan, we moeten bepaalde waarden nader gaan onderzoeken. Dus ja, het is eigenlijk is het gebruikelijke standaard dat je altijd begint met een verkennend bodemonderzoek. En wat ik net in het begin zei, gelukkig leidt hij in 80-90% van de gevallen tot de conclusie. Nou, je hoeft hier niks te verwachten, dus we gaan maar lekker door met je plannen. Nou, in dit geval is dat dus niet zo. Dus we gaan verder. En dat heeft dat eerste onderzoek gewoon aangetoond. Hey, dank u wel. Dan hebben we hiermee de beraadslaging, voor zover je van beraadslaging kunt spreken, ook gehad. En rest mij de vraag om de commissie te vragen of dit voldoende behandeld is om te kunnen starten met de vaststellingsprocedure van het ontwerpbestemmingsplan ofwel ter inzage te leggen. Ik zie geen verontrusting. Al dus besloten. Dank u wel voor uw medewerking. Agendapunt 6 ook gehad. Dan gaan wij over naar de lange termijn agenda. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Bongers, ga je gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik de lange termijn agenda bekijk, dan zou in oktober 2017, anno nu dus, er een brief van de wethouder, in dit geval mevrouw Lagas, komen, een raadsbrief, voor het onderbrengen van landgoed Het Laar in een stichting of anderszins. Kunnen wij deze komende weken nog een brief verwachten van het college omtrent al dan niet het La onderbrengen in de stichting? Want we maken ons daar wel zorgen over. Dank u wel. Wie mag ik nog meer het woord geven hierover? Niemand meer. Wie van het college mag daarvoor het woord geven? De voorzitter.
de burgemeester. Meneer Bongers, de maand oktober is nog niet afgelopen. Ik meen informatie ter beschikking te hebben dat het voorstel binnenkort in BMW dient. Dus we gaan ons best doen om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Waarmee het antwoord is gegeven, heer Bongers. Dan constateer ik dat we hiermee agenda punt 7 ook gehad hebben. Alweer bedankt voor uw medewerking. Gaan we naar de rondvraag. Agenda punt 8. Mevrouw Schinslaar had zich gemeld. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat ik al eerder zei in het blad van VNG van 22 september dit jaar, zie ik de kop Wiebes draait besluit btw-plicht terug. En ieder die dat gelezen heeft, wil ik nog wel eventjes heel kort melden wat er gezegd is. Gemeenten die ambtelijk zijn gefuseerd moeten vanaf 1 januari 2018 weer btw gaan betalen over diensten die het samenwerkingsverband hun levert. Mijn vraag aan de portefeuillehouder is van wat betekent dit voor de gemeente Ommen? De portefeuillehouder heeft het woord. Gaat u gang. Dit betekent niets voor de gemeente Ommen, omdat we al op voorhand rekening mee hebben gehouden dat we deze plus niet zouden mogen inboeken. We hebben wel ons uiterste best gedaan de afgelopen jaren om dat te bewerkstelligen te krijgen, want we vonden dat we een hele goede casus hadden. Niet voor niets dat de regering ook zegt van werk meer samen. Dan is het een beetje vreemd om dan BTW te heffen. Maar helaas, het is zo als het is. Maar in de begroting hadden we dit allemaal opgenomen, dus er is geen financieel probleem. Ik dank u wel. Rest mij alleen nog agenda punt 9 te behandelen. Dat is niet het moeilijkste onderwerp, dat is de sluiting. Waarbij ik u en een bijzonder driekwart van het college wil bedanken voor aanwezigheid. Het college dat ik verzuimd heb welkom te heten, maar ik hoop en ik neem aan dat u zich desondanks wel welkom heeft geweten. Wel thuis, vergadering is gesloten.